Ja, had jij door dat zij de hele uitzending daar was? Ze is geen seconde in Tilburg geweest. Niet? Nee. Is niet waar. Kaartje trekken. Niks, nergens. Dat is onze verslaggever. Jij bent op pad. Waar ben je? Wat is je verhaal? Kom maar binnen in de huiskamers van de mensen. Ja, ik sta bij het touwtje trekken en ik sta hier met Brit. Hoi. En Brit staat hier al heel gezellig met een drankje in haar hand. En ik weet, zij heeft grootste plannen vandaag. Ja, ik ga straks nog naar de bierhal toe. Ja, wie komt daar vanavond? Gisteren was Tino Martin volgens mij. En vanavond weet ik het even niet. Ik weet ook niet. Jij gaat je gewoon lekker laten verrassen. Precies, komt vanzelf goed. Het ziet er goed uit. Is het wel een beetje rustig bij het touwtje trekken, of niet? Ja, het is inderdaad best wel rustig bij het touwtje trekken. Maar ja, misschien zitten mensen liever in de breakdance of de booster of zo. Ja, dat is ook weer een kinderding voor overdag natuurlijk. Thomas, kan ik jou nou horen? Ja, hey, ik hoor jou. Ik sta hier in de bierhal met Brit. Wij zijn samen naar de bierhal gegaan. Ja, klopt. Ja, we staan hier naar de muziek te luisteren. Er is nog meer bier. Het is hier echt helemaal top. Oh, er gaat hier bier de grond op. Het is hier dik feest. Ik kan jou alleen niet goed verstaan door alle muziek hier. Maar wij hebben live verbindingen via de MCR in Hilversum. Dat is de Master Control Room. Daar zitten allerlei technici. Ze heten vaak Jeffrey of Dennis. En die hebben allerlei verbindingen, straalpalen, noem maar op. En dan komen ze terecht op het Tilburgse kermis. En dan hebben wij live verbinding met Amber. Amber, waar ben je? Hey Thomas, ik sta hier bij de schiettent, dus een kleine shout-out naar Luchtbux Ria. En ik dacht, we gaan gewoon even een stukje over de kermis lopen. Dat is de schiettent. En dan hebben we hier natuurlijk, de coin pusher. Wat een gezelligheid. Ik heb trouwens net een paar biertjes gedaan in de bierhal. Goed zo. En Thomas, jij bent heel erg bekend in Tilburg, toch? Ja. Herken jij die kerk die daar staat? Ik ben het even kwijt. Dit is niet in Tilburg, of wel? Dit is in Molenschot. Herken jij Molenschot niet? Daar woon ik. Echt waar? Yes. Jij bent gewoon naar een andere kermis gegaan? Ja, applaus hiervoor. Dit vind ik wel... Dit vind ik wel origineel. Ik dacht echt even... Ik dacht het net al bij die schietkraam. Nou. Toen zag ik al dat die coin pushen. En ik moet zeggen, ik ben na zoveel dagen een keer Tilburgse kermis. Weet ik wel ongeveer waar... Ik denk, wat is dat voor een zwart gat daarachter? Waar staat zij? Is dat de spoorlaan? Ja, had jij door dat zij de hele uitzending daar was? Ze is geen seconde in Tilburg geweest. Niet? Nee. Is niet waar. Kaartje trekken. Niks, nergens. Is niet waar. Zij is niet in Tilburg geweest. Het is geweest. Niet waar. Dit was niet zij was in de bierhal. Dat was de feesttent. Dat is niet waar. Ik ben gewoon in het ootje genomen en ben een verslaggever op een andere kermis. Sorry. Wel een goede stunt. Nog een keer applaus. Ja. Dave, jij komt daar vandaan. Wel mooi dat ze dan Molenschot uitkiezen, ja. Waar is dat? Ja, dat is tussen Breda en Tilburg. Dus, en die hebben, dat is een dorp? Gok ik? Een dorpje, ja. Dat is vandaag, of vandaag was daar, morgen en overmorgen. Daar treed ik toevallig zondag op. Heel goed. Maar wat is dat voor iets geks dat ze dachten, weet je wat, is vlakbij een enorme kermis in Tilburg, laten wij nu dan ook onze kermis? Nee, dat is eigenlijk ieder jaar zo. Dus, echt waar, hè? Van die verloren zoontjes die hier niet mogen staan, die gaan dan naar Molenschot. Ja, dat denk ik.